Anansi de spin had een winkeltje in het bos. Hij verkocht daar regenjassen en regenlaarzen en paraplu's in alle kleuren van de regenboog. Er waren al lang geen klanten meer geweest. Op alle spullen lag een dun laagje stof en in het dak zaten de houtwormen. Hij had al heel lang niks verkocht, omdat het zomer was en de zon niet kon ophouden met schijnen. En hoe moest hij nu iets verkopen als het niet ging regenen? Anansi besloot met de zon te gaan praten. Hij deed zijn winkeltje op slot en wandelde met zijn 8 pootjes naar de langste boom van het bos. Maar Anansi was al moe van het wandelen. En eigenlijk had hij helemaal geen zin om die lange weg omhoog te klauteren. Maar daar kwam een eekhoorntje aangesprongen. En meteen kreeg Anansi een idee. Snel ging hij op de grond liggen en riep: "Au, au, au." Het eekhoorntje stopte en vroeg: "Wat is er met jou aan de hand? Wat doe jij hier onderaan de grote boom? Wat lig jij hier te klagen?" "O, eekhoorn, ik heb zo'n pijn. Ik was een web aan het weven, boven in de boom, maar ik verloor mijn evenwicht en ik viel naar beneden en nu kan ik niet meer omhoog, want mijn pootjes doen het niet meer." De eekhoorn kreeg meteen medelijden met Anansi en zei: "Kom maar op mijn rug, dan breng ik je omhoog en leg ik je in je web." En hup, 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 met een paar sprongen waren ze boven in de boom. "Nou Anansi, waar is je web?" vroeg de eekhoorn. "Of heb je mij voor de gek gehouden?" "Nee eekhoorn, heus niet. Want het web bleef aan mijn pootje hangen toen ik viel en nu is het kapot. Ik ga een nieuwe maken, maar ik moet eerst wachten tot de pijn in mijn pootjes over is. Dag eekhoorn." De eekhoorn haalde zijn schouders op en ging weg. Zodra hij was verdwenen, sprong Anansi weer blij op zijn pootjes, ging op zijn tenen staan, strekte zich zo ver mogelijk uit en tikte de zon op haar schouder. "Zon, hé, zon!" De zon keek om. "Zo, Anansi, wat brengt jou hier zo dichtbij? Wat wil jij?" "Ja, beste zon, ik wou vragen of je zou willen stoppen met schijnen en of de regen kan komen... want ik wil mijn paraplu's verkopen en geld verdienen." "Ha, ha, 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 Anansi. Wie denk jij wel niet dat je bent om de zon te vragen om te stoppen met schijnen? Laat me niet lachen. Maak snel dat je wegkomt, anders verbrand ik je met mijn stralen." Anansi schrok en rende zo snel als zijn spinnenpootjes hem konden dragen een paar takken omlaag. Wat nu, dacht hij. Hij ging zitten op een tak, liet zijn hoofd op zijn knieën zakken en begon te snikken van verdriet. Hoe moest hij nu zijn 12 kindertjes te eten geven als hij geen geld kon verdienen? Dikke tranen gleden over zijn wangen en zijn schouders schokten. Maar opeens hoorde Anansi geritsel en hij keek verschrikt op. Uit de bladeren kwamen 5 vogels aangestapt. "Wat is er met jou? Waarom zit jij zo te snikken?" En meteen toen Anansi de vogels om hem heen zag, kreeg hij een heel goed plannetje. "O vogels," snikte hij, "ik heb zo'n verdriet. Ik heb zo'n mooi winkeltje in het bos, maar er zitten houtwormen in het dak. En straks stort mijn winkeltje in en dan kan ik geen geld meer verdienen. En dan hebben mijn 12 kindertjes en ik niks te eten." "Anansi, droog je tranen. Wij gaan jou helpen. Wij komen de houtwormen uit jouw dak halen. Want die vinden wij erg lekker." Anansi begon te glimmen. "Morgenmiddag om 12:00, kunnen jullie dan komen?" De vogels vlogen weg en Anansi liet zich razendsnel aan een draadje uit de boom zakken. Hij rende door het bos, terug naar zijn winkeltje. Voor de deur bleef hij staan, draaide zich om en riep naar alle dieren die voorbij liepen: "Attentie, attentie, ik nodig iedereen uit in mijn winkeltje. Morgen om 12:00 geef ik een feestje.
De dieren spitsten hun oren en riepen blij: "Joehoe, een feestje! Gezellig! We zullen er zijn!" Die nacht viel Anansi met een glimlach in slaap. Wat een goed plannetje had hij toch bedacht. De volgende ochtend maakte de vrouw van Anansi hem wakker en zei boos: "Anansi, breng eens wat geld in het laadje, luilak!" Maar Anansi zei: "Maak je geen zorgen, alles komt goed." En hij trok zijn mooiste pak aan, terwijl hij een vrolijk liedje floot. Het was een paar minuten voor 12 toen Anansi eindelijk bij zijn winkeltje aankwam. Alle dieren van het bos stonden ongeduldig te wachten. Anansi deed de deur open en iedereen stormde naar binnen. Hij deed de deur dicht en klom op een stoel. "Het feest kan beginnen!" riep hij. De dieren keken verward om zich heen. "Feest? Huh? Maar er is geen muziek en geen eten en geen slingers of gekleurde lichtjes en geen plek om te dansen. Wat is dit voor vreemd feest?" Precies op dat moment landden de vogels op het dak van Anansi's winkeltje en begonnen met hun snavels de houtwormen uit het dak te pikken. Tik, 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 klonk het. Binnenin de winkel ontstond een soort chaos van gemompel en dieren die verschrikt omhoog keken naar het plafond. "Anansi, je hebt ons voor de gek gehouden. Je hebt helemaal geen feest en nu willen we weg, maar het regent heel hard." Tik, 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 tik. De dieren begonnen overal paraplu's vandaan te pakken en regenlaarzen aan te passen en regenjassen aan te trekken. En één voor één liepen ze mopperend naar de kassa. "Wat is dat dan?" "Gele laarzen voor de krokodil, een paraplu voor de springkaan, poncho's voor het nijlpaard en het hield maar niet op. Alle dieren kochten wat. Ketching, ketching," beet de kassa. Bijna alles werd verkocht die middag. En de kassa puilde uit van het geld. En Anansi maar lachen.